Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Voorlopig hebben we te maken met een wind vanuit het zuidwesten. Dat betekent dat de wolken boven de Noordzee en Engeland onze kant op drijven. Vanavond is het bewolkt en gaat het van het westen uit regenen. Het waait flink, aan zee stormachtig, windkracht 7 of 8. Op de Wadden is kans op een storm, windkracht 9. Vannacht waait het minder hard, de regen trekt weg en de temperatuur gaat niet verder dalen dan 10 of 11 graden. En morgen in de ochtend is het veelal bewolkt en regenachtig. In de middag blijft het vaker droog. En met 13 tot 14 graden is het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Maar de wind maakt het voor het gevoel wel iets kouder. Woensdag is het veelal droog en breekt de zon af en toe door en wordt het 12 graden. Donderdag en vrijdag is het weer wisselvallig met wolken. Donderdag later op de dag gaat het regenen. En vrijdag valt er ook een enkele bui. En met 10 tot 11 graden blijft het kwik aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.